Hey, I know, Mantronic is really great, but my style is much better. Nou, ik heb eigenlijk nooit gedacht dat we met bonsai op een goudmijn zaten of zo. Of dat daar nu iets was dat broodje gebakken was en dat we eigenlijk niet veel meer moesten doen. We gingen hem eigenlijk toen in het begin allemaal niet om. Dat geld, dat kwam binnen, dat was fun, dat was plezant. Ik kon toen in België niet in een club binnenkomen of op een evenement waar er minstens 50% van de mensen iets van bonsai aan hadden. Was het een trui, een t-shirt, een sweater. Iedereen had wel iets van bonsai. Differentiëren van de rest, zo hard een stempel gezet. Mensen die ook een dag van vandaag een voorbeeld en zetten van oké, bonsai track. Het feestgehalte was enorm groot. Ik bedoel, als je ergens naartoe ging of je draaide, en je draaide een bonsai nummer, dan wist je dat je dat de boel afgebroken wordt. For example, I hear this song again, it is now from YouTube. If you play it to me, I still would have a little bit of goosebumps and a little like, you know. This is magic. This is magic, yes. We are Bonsai. Ik ben Maxime en ik werk al 5 jaar bij Bonsai als administratief en distributiemanager. Hopelijk gaat het nog veel groeien en gaan we nog veel evenementen kunnen doen. Ja, ik krijg hier al stressen hè, met al die bellen en alles. Allemaal online en dat is op het internet stakken, het er niet meer af. Hè. Hi, my name is Brian Doorn. I'm from Belfast in Ireland. I've been working for Bonsai for 7 years. I do all the press releases, music reviews, event press releases, everything that goes onto the promo pool and everything that goes onto the website. It's a great experience working with a team. And absolutely love it. Hi, I'm Katja. I've been with Bonsai since 2003, since I met Marnik. And since then, I've been curating all related to artist royalties, I mean money that comes in and that has to be distributed over all the artists making our beautiful music since then. And lately, I've also been curating the Twitter account and our Spotify playlist for our radio show Bonsai Basic Beats. Hello, I'm Rogério Martins and I work as a label manager for Banshee Works. Basically, I do all kind of stuff for the company, taking care of our in-house labels, do the mastering, do artworks, do communication with the portals. Ik ben Marnik, ik ben mede-eigenaar van de Bonsai Labels, de muziek. Ik zorg onder andere voor alles wat het technische gedeelte is, maar bijvoorbeeld ook voor de digitale distributie en alles van legal business affairs betreft, licenties, accounting, betalingen. Dat zijn allemaal zaken waar ik mij dagelijks mee bezig hou. Ik ben Christian Pieters, de meesten kennen mij beter als DJ Fly. En vandaag de dag doe ik samen met Marnik Bonsai All-Stars, waar we op verschillende events mee spelen. De jobs voor ons stopt natuurlijk niet in het weekend. In de week doen we nog tal van andere taken. Muziek uitbrengen, demos beluisteren, publishing doen, evenementen organiseren, distributie, royalties berekenen. Je kunt zo gek niet bedenken of we doen het wel. Ja, 25 jaar later, fantastisch hè. 1992 begonnen en dan ja, eigenlijk 25 jaar kunnen volhouden met toch wel wat hiccups onderweg. Zo, ja. Dat is een f***ing great feeling. Hè.
max om deel te maken van een label dat al zo lang geschiedenis schrijft, natuurlijk. En zeker omdat we er van het begin bij waren. Na al die jaren 25 jaar Bonsai te mogen meemaken, was eigenlijk gewoon je bent er van in het begin bij. Je begint met plaatjes te verkopen in de Bonsai Store. En je gaat internationaal travelen en spelen voor Bonsai. Je vertegenwoordigt de kleuren van Bonsai. En dan is de kers op de taart eigenlijk dat je een 25-jarig jubileum kunt vieren. Met dan al de trouwe, de loyal fans, ook nieuwe generaties dat er komen. Dat was echt wel de kers op de taart. Zelfs mijn zoon van 12 jaar in school kennen ze Bonsai, de jeugd, de oude mensen, ouder mensen. Dus iedereen kent het. Het is ongelooflijk. Het voelt ongelooflijk top aan om deel uit te maken van zo'n label. Het is ook wel een eer om deel uit te maken daarvan. Rekening houden dat in feite, als ik jong was, zo opkeek naar Bonsai en rondliep met t-shirts van Bonsai, dus ongelooflijk. Ik was heel verrast dat na zoveel jaren mensen nog steeds een cult van Bonsai maken. Wie had dat ooit gedacht, 25 jaar? Het was onvoorzien, hè? Als we in 92 begonnen, erbij waren. Het was uniek. Het was uniek en het was wel duidelijk dat Bonsai terug was en here to stay. Ik heb nooit de intentie gehad dat ik vroeger platen uitbracht op Bonsai. Van binnen 20 jaar moeten die nog gespeeld worden of vooral, dat moet de hit zijn. Ik maakte muziek omdat ik het graag deed. Er was heel veel passie en vooral om ons goed te amuseren. Eigenlijk de meeste van mijn of onze plaatjes, met mensen dat ik heb samengewerkt, werden gemaakt op een namiddag, op een avond, op een nachtje door studio. En dan is dat eigenlijk wel cool dat die vandaag nog steeds gespeeld worden en herbewerkt worden. Ja, toen we ze maakten dachten we dan ook niet dat ze gingen marcheren. Dus dat was toen al een speciaal moment en nu, na 25 jaar, het is tijdloos blijkbaar. It was totally different from the beginning, you know, from the first thing that I've seen. When I started playing it, it was, wow, kind of a revelation for me, because I think I never heard something like this before. It totally changed the way I was into music, because probably I think I played it after a couple of days, and people went mad. Totally asking what was that track, what was that music. Blijf erbij, de first rebirth is op een kwartiertje gemaakt. Snel, snel, snel. En ik vond dat niet goed om te beginnen, want ik wou het veranderen. En zie nu, 25 jaar later. Ja, als je een hit hebt, dan is het een hit. Hè. Dan is hij na 20 jaar nog altijd succesvol. Hè. Dat is in het verleden altijd al zo geweest in alle muziekgenres. Dus ik denk dat zowel Marnik als ik goed konden inschatten wat werkte op de markt of niet. Ja. Eigenlijk denk je nooit, als je zo jong bent, dat na 25 jaar je nog eens op bijna dezelfde wijze zoiets kan herbeleven. Ongelooflijk dat er zoveel mensen op afkomen, dat je zoveel muziek nog kan blijven verkopen, dat er zo'n grote interesse is, nationaal, internationaal, van al die bekende DJ-namen die nu vandaag de dag plotseling heel geïnteresseerd zijn in die muziek die eigenlijk het mooie weer maakte in de jaren 90, maar blijkbaar dus ook nog vandaag. Ik weet nog altijd, de jaren 90, begin ervan, dat was ook al witte, ja, ongelooflijk. En na zoveel jaren dat we dat eigenlijk ja, nog eens kunnen, allee, we maken het elk jaar nog gelukkig mee, dus
Maar nu 25 jaar, dat is al iets, hè. Maar het was natuurlijk ook, ja, top, hè. En vroeger, dat was echt een familie. Bonsai was niet een label waar je kwam met, ik doe een release en we zien wel. Het was echt wel een familiaal gebeuren. En ik denk dat dat nog een stuk te krachtig is van Bonsai. We appreciate the hard work. We know what is this to have a label and to run it for such a long period of time, because we can say it on our label, Outer Limits, which we run also pretty much a lot of years, that it always has ups and downs and only the good ones survive. So yeah, we're very excited to be part of it. Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. Nu weet je eigenlijk met waar je bezig bent, wat er moet gedaan worden. Vroeger was het zo van allemaal nieuw. Yes. En ik bedoel, we gingen naar de Love Parade, we kwamen daar, we gingen een party doen in Berlijn. We wisten niet waar we terecht kwamen en bla bla. Dus dat was eigenlijk, dat is misschien slecht geformuleerd, maar amateurister dan u. Meer freestyler, losser dan u. Nu gaat dat er professioneler aan toe. Het eerste bonsai evenement was in het buitenland, dat weet ik nog. Dat was denk ik in Duitsland en we stonden daar met Thunderball. Dat was toen de Red Bull pas uit was. En ja, ik kende dat niet, hè, dus dat was een goede limonaat. Dus ik bleef maar van die limonaat drinken. Maar dat is om 4 uur 's nachts zeiden ze wel dat er dat wel een energy drank was. Dus ik om 4 uur nog altijd vol energy, maar dat kwam goed uit, want ik ben toen rechtstreeks naar huis gereden, van Zaarbrücken naar huis. Ik had toch energie genoeg. No comment. Oh, het gekste wat ik heb meegemaakt op een bonsaifeest. Nou, moet ik daar echt op aandoen? Oh nee. Mijn allereerste bonsai-evenement dat ik ooit heb gespeeld, dat was op de oude luchthaven van München in Duitsland. En dat was een bonsai-rave dat daar gedaan werd en dat is al meer dan 20 jaar geleden. Ik weet toen nog dat ik plaatjes verkocht in de platenwinkel van Bonsai, de Blitz, de Bonsai Record Store in Deurne. En ik werkte daar tot vrijdagavond normaal gezien 6 uur. Maar heel af en toe moest ik de winkel sluiten om 4 of om 5 uur. Ik pakte het vliegtuig, ik vloog naar München en daar pikten ze mij op. En dan reed ik naar een hoteltje, daar verfriste ik mij. Ik speelde, ik deed mijn set, ik ging terug naar het hotel, ik verfriste me. Ik reed naar de luchthaven, het eerste vliegtuig pakte ik terug naar Brussel. En ik was dan omstreeks 10, 11 uur was ik terug in Deurne en deed ik de winkel terug op. En zaterdagen waren wel heel leuk eigenlijk in de winkel. Nu zijn we ja, 40 jaar oud, maar we gaan echt to the point met de muziek vooral. Dus de mensen weten wat ze kunnen verwachten van ons. Ik zie er eigenlijk niet veel verschil in. Ook qua muziek. Muziek is hè, de klassiekste, de goede platen van vroeger van Bonsai. En het volk dat nog altijd even scheef hangt. Dus ja. Ja, dat heeft ook te maken met het vooral. Allee, dus dat ook de classics 90s terug heel populair zijn. En ja, dat we blijkbaar ook goede muziek hebben gemaakt vroeger. Dus heel belangrijk. Oh, ja. If Nino is already playing 3 or 4 or 5 tracks from Bonsai from 20 years ago. And not just the most popular tracks from back then. She's digging for stuff that wasn't probably as big back then, but it makes sense nowadays. Vroeger hadden we natuurlijk echt zo wat dat rave-gevoel en dat fangevoel. Nu met de events van Bonsai voel ik, de fans willen gewoon terug een herbeleving, denk ik. En ja, iedereen komt gewoon, ik denk dat er een bonsai party is, iedereen soffeert gewoon de kinderen bij de grootouders. En ja, ze willen gewoon nog eens een keer goed uit hun dak gaan, uit hun bol gaan. Op de muziek waar ze eigenlijk vroeger op uitgingen in hun eigen jeugd, zal ik maar zeggen. En dus op dat vlak denk ik, er is niet veel verschil. Ik denk, er is vooral heel veel nostalgie mee gemoeid. Ik heb de indruk dat er al een 90s revival in de gang is sinds de 90s. Dat is precies non-stop de 90s revival, maar wat er nu wel heel hard opvalt is de rave 90s. Ze zijn echt vol een back terug ontkomen. En ook steken me echt wel heel plezant vinden om terug mee bezig te zijn. Ook al als DJ, maar ook zo terug wat dingetjes in die te flansen. Dat was toch een plezante tijd.
wisten ook allemaal niet goed wat we deden toen. En dat voelde in die muziek wel en dat deed. En dat is natuurlijk moeilijker om dat zo puur terug te brengen, omdat je dat allemaal al eens hebt geleefd. Maar het is gewoon plezant om ermee bezig te zijn. We'll see where it goes. Ik denk dat er iets meer gevoel in zit dan vroeger ook. Alhoewel, we kunnen het moeilijk vergelijken, want het was een andere tijd natuurlijk. Nu wordt alles wel digitaal aangeleverd. En vroeger kwam alles per post of kwamen ze persoonlijk langs om iets te laten horen. Maar de basis waarop een selectie gebeurt is altijd hetzelfde. Het is een goede plaat of een slechte plaat. En dan tekenen ze ja. Ten opzichte van vroeger is er eigenlijk weinig veranderd, buiten dat nu alles digitaal is. Maar nog steeds neem je de telefoon en belt je naar Fly of Marnik en vraagt je van ja, kan ik een nieuwe productie sturen? Is er remixwerk? En nog steeds is de communicatie eigenlijk heel relaxed en niet te formeel. Wij begrijpen elkaar en dat is het belangrijkste. Als jij je businesspartner volledig begrijpt, dan kan het nooit mislopen. The basis is still there, and when I mean the basis, I mean it's the soul in the music. I mean music, especially electronic music, changes within the years. It's affected by many nowadays trends, and it's affected with a lot of natural evolving of the scene. And I think all the artists are trying to innovate all the time their sound, but always keep that fundamental things that make them came to music in the first place. And when you say that like, good music never gets old, so this is exactly the point, I think, with doing what we do. Een klassiek van Bonzai die ik altijd zou aanraden voor iemand die onze muziek vandaag ontdekt, dat zou Universal Nation zijn. Dat klinkt misschien een beetje cliché, maar het blijft voor mij een voorbeeld van een perfecte Bonzai plaat. Weet je, alles super spontaan op 4 uurtjes gemaakt. En daarnaast, zeker Above the Sky, dat was mijn tweede Bonzai plaat. En die heb ik toen op 90 minuten gemaakt. En het is ja, ook super spontaan. Dus dat zijn, sorry, ik kan niet kiezen tussen die twee, maar voor mij die twee platen zijn de perfecte aanraders. Als ik persoonlijk iemand een Bonzai klassieker moet aanraden, is voor mij persoonlijk Jones & Stevenson, de First Thing You Learned. Altijd beter vonden dan zijn huis. Sowieso een van Axel Stevenson, want dat is altijd wel mijn favoriete producer geweest bij alle. Dan denk ik oftewel Phonetic System. Ja, pak nog die Phonetic System, dat vond ik altijd een goede keer. Dat ook wel meestal met een afsluiter van mijn set. Vele platen van in de beginperiode van Bonzai worden zo sterk door de eenvoud. Dus één daarvan is dus Dream Your Dream. Maar er zijn echt wel verschillende andere platen die ik zeker kan of kon aanbevelen aan fans van Bonzai. Ik geloof de 25 jaar Bonzai compilatie. Dat is een mooie verzameling van meer van de beste classics in verschillende genres die we ooit hebben uitgebracht. Wat voor iedereen een goed idee gaat geven over wat Bonzai is allebei. Elk Bonzai-feest is voor mij een reunie. Een reunie van vrienden, van familie, van collega's, van DJ's, van muzikanten, van producers, van techniekers. Ik zie alles in het volk, achter de schermen. Ik zie ook altijd happy faces. Dus Bonzai-parties zijn evenementen waar je naar uitkijkt en waarvoor je aftelt. Echt heel veel verschil zit er nu op, want je ziet ook dezelfde mensen wel altijd terugkomen. Van vroeger ook. Die voor uw neus staan van, hey, we zijn er nog. Oh, ik denk niet dat er een wezenlijk groot verschil is tussen een Bonzai-party van vroeger en nu. Het is nog altijd een beetje feesten als de beesten. De mensen hebben gewoon een hele avond heel veel plezier. En ja, ze zitten allemaal in dezelfde mindset. En ik denk dat dat toch nog altijd wel hetzelfde is gebleven. De Bonzai-evenementen zijn altijd leuk om op te draaien. Zeker gezien het feit dat er, meer en meer succes komt op de feesten en dat het echt een naam is die wereldwijd bekend is.
Dus altijd iets om naar uit te kijken. Alle andere parties die je eventueel zou bezoeken, die trekken allemaal op niks in vergelijking met een bonsaifeest of een bonsai stage op een festival voor mij. Het is gewoon ja, te gek. Wat er daar gebeurt, kan je nergens anders beleven. Het is wel thuiskomen, het is een familie, het volk gaat los en het jaarlijkse feest in Antwerpen, ja, dat is wel de hoogmis van het jaar. Hè. De Bonsai Stage op Tomorrowland, kijk ook naar uit, is ook altijd top. Maar dan Antwerpen is de laatste jaren wel uitgegroeid tot ja, de hoogmis. En zeker als ik hem mag afsluiten. Dat is altijd, ja, het is altijd superleuk en zeer geslaagd qua sfeer. Het publiek gaat er helemaal voor. Die volgen ons, ik bedoel, kan niet beter. Bonsaifeest heeft zijn charmes, zal ik zeggen. En zoals dat we bonsai op de Tomorrowland staan of bonsai in de Waagnatie, heeft, ja, ik weet niet, ja, de sfeer is altijd goed, dus ja, ik kan er eigenlijk moeilijk, ik vind niet dat ik daar echt iets kan uitkiezen. Maar voor mij zijn ze allemaal goed, dus voilà. Ze hebben allemaal een eigen ding, maar ik denk als ik er twee zou mogen kiezen, dan is het aan de ene kant onze jaarlijkse gathering, Bonsai Retro. Volledig indoor en aan de andere kant in de zomer hebben we ons eigen festival, het Legacy Festival, op een schitterende locatie. Wat toch ook wel een heel andere sfeer is dan een indoor evenement. Er is toch wel een verschil, vind ik, met de stages van bonsai op verschillende festivals. En is het voor mij op de Tomorrowland, ze zal heel breed zijn tegenover dat je op een lokaal festival echt meer inspeelt op het publiek eigenlijk. Tomorrowland is eigenlijk gewoon meer een naamkaartje geeft voor een set wat je eigenlijk per jaar eigenlijk doet. Eigenlijk. Een gestreamlined versie van de echte bonsai ervaring. Alhoewel moet ik zeggen dat de festival organisatoren ons veel meer ruimte geven om ons uit te drukken als DJ's, denk ik, zeker de laatste jaren. Dus we hebben daar een eigen stage, de Bonsai Stage. En het is toch altijd magie als we daar komen. Ik kan me nog goed herinneren, toen we onze eigen stage daar kregen, dat die eigenlijk te klein was, dat ze die moesten afsluiten bij bepaalde momenten en bij bepaalde DJ's. En dat is toch ja, iets onwezenlijk van magie. Het is ook alsof dat iedereen dat naar de Bonsai Stage komt op Tomorrowland, dat die ook gewoon is alsof dat je die allemaal persoonlijk ook kent, de mensen. Je ziet precies allemaal ja, familie en vrienden en kennissen en ja, het is als familie en dat is echt ja, dat is iets speciaals. Die Bonsai Stage op Tomorrowland is altijd een die heel erg in trek is. Het is ook ja, elk weekend bijna helemaal vol, heel snel ook, helemaal van het begin van de dag. En is echt een aantrekkingspool op Tomorrowland. Niet enkel de main stage, maar ook de Bonsai Stage trekt enorm veel volk. Ja, dat is iets uniek, hè. Ik bedoel, als je als stage, als bonsai label op zo'n evenement kunt doen, met je eigen stage en alles. Ja, dat heeft toch een betekenis dat die label toch wel echt wereldwijd ja, bekendheid heeft en waardering. En als je daar als DJ mocht komen draaien en het heel gebeuren er rond, is toch wel ja, fascinerend. Je krijgt wel de energie en de mensen die daarbij horen, en het publiek volgt ons, zeker op de grotere evenementen. Maar om de echte bonsai sound in het algemeen te ervaren, moet je ook ja, naar een in-house bonsai feest. Er gebeuren altijd dingen die je nooit elders gaat beleven.
Het is dezelfde muziek, dezelfde sfeer, dikwijls ook dezelfde mensen die erop afkomen, dus het is gewoon bonsai. Ja, een feest van begin tot einde en de mensen zijn ook allemaal op dezelfde lijn. Iedereen denkt hetzelfde feesten op de fantastische muziek die we van vroeger allemaal kennen. Goh, het verschil tussen Bonsai Records en Bonsai Progressive, dat is niet zo heel gemakkelijk en eigenlijk wel gemakkelijk. Het zijn twee totaal verschillende genres van muziek die we vandaag de dag doen, maar het is nog altijd met diezelfde puurheid en passie die we vroeger hadden, die we nu nog altijd in muziek proberen te steken volgens mij. Genregewijs is het iets totaal anders natuurlijk. Het is veel trager, het is veel dieper, het is gesofisticeerder dan wat we vroeger deden. Het is een blend van alles, met eigenlijk een progressive undertone, waar alles van releases bij elkaar blendt en makkelijk in dezelfde flight case kunnen gestoken worden om heel avond met uit te spelen eigenlijk. Ja. Het is geëxperimenteerde underground scene. Natuurlijk, dat is niet gelijk als vroeger de Bonsai, hè, de Bonsai Classics. Dat is totaal een andere muziek. Maar iedereen denkt dat Bonsai Music nu gedaan is misschien, of dat ze alleen classics draaien, maar dat is niet het geval. Hè. Bonsai blijft evolueren met de nieuwe technologie, nieuwe muziek, nieuwe artiesten van wereldwijd. Never change a winning team, zou ik durven zeggen. Of het gaat om oudere muziek van mij of nieuwe muziek. Enthousiasme is nog steeds hetzelfde. Het werk dat wordt gedaan, wordt nog steeds op dezelfde scrupuleuze manier gedaan. En Bonsai is voor mij nog steeds een voorbeeld voor alle andere labels op de markt. Ik heb het geluk dat ik oud en nieuw altijd wel in een kleedje kan steken. En dat maakt het voor mij ook veel interessanter, omdat ik nog heel veel muziek uitbreng. Dus een cross van old en nieuw vind ik altijd heel plezant. En dat experiment kan ik ook neerzetten. Als Bonsai bijvoorbeeld events doe, dan steek ik bijvoorbeeld ouder werk van mijn muziek in een nieuw kleedje. En dat werkt. De nieuwe moderne sound van Bonsai is heel divers. Bonsai heeft verschillende labels. Het repertoire gaat echt wel heel breed. Daar waar dat vroeger eigenlijk algemeen geweten was dat het boenke boenke was, heb je nu natuurlijk wel van progressive tot techno, tot tech house, tot nog de old school sound, trance. I define it as new. You have a lot of great artists. It's on the progressive side, of course. My kind of thing. I think the label is doing pretty good. That's why I'm releasing guys with you. In my opinion, the old sound and the new sound is both like up to date. So here we are 2019, as much as in the 90s, you know, we are quite up front. State of the art. Velen hebben geprobeerd om die Bonsai sound oud of nieuw te imiteren, maar ze zijn er niet echt in geslaagd volgens mij. In my opinion, the new and the old Bonsai sound are not related that much in sound, but it's all the relations are in feelings. They are evolving right now, but at the same time, it has always the huge signature from the past, which is an essential part of my life. I mean, I'm not talking about the sounds, I'm talking about a kind of trend. Om een label voor te zetten zoals in 1992 met diezelfde sound, dat lukt niet meer, dat gaat niet meer. Ik krijg ook zo geen tracks niet meer aangeboden. Dus Bonsai Progressive is eigenlijk voor ons bij Bonsai de outlet voor wat we vandaag goed vinden op de markt eigenlijk. Er zijn veel meer labels dan vroeger.
Ja, vroeger had je zo enkele bekende labels van Bonsai. Het Records label, het Bonsai Trans Progressive label. Dat is iets meer geworden. Het is ook veel gevarieerder geworden, gaande van house en hardere trance naar techno. Maar het blijft wel leuk om voor Bonsai nog steeds releases uit te brengen. On Tissue Recordings we do deep house mostly. It's kind of a different genre of what we are used to in with the Bonsai brand. And with Cylinder we are now going for the tech house and the techno part of that kind of music. Ah wel, ik ben nu met nieuwe muziek bezig en dan heb ik het er met Fly ook over gehad. Wat vond ik ermee doen? Ik ken labels genoeg om dingen stuk voor stuk te licentiëren. Maar Fly kwam met het idee van waarom doen we niet samen een label creëren? Kunnen we er al een thuis voor? En dan zijn we met label After Dark afgekomen. Ik vind het al sowieso een plezant wat dat er gebeurt After Dark. Wij leven niet, een groot deel van ons leven stelt zich af After Dark. En als het licht wordt, gaan wij slapen. Ik kijk er maar uit om dingen te brengen. After Dark. Vroeger was het een bende jonge snaken die wist niet met wat ze bezig waren. En die maar wat deden en die eigenlijk meer met feesten bezig waren. En zich amuseerden en dan, allee, kom in de week, doen we nog maar wat. En we deden zo maar wat. Nu is het meer gestructureerd. Ik maak nog steeds muziek met dezelfde passie als vroeger. Ik kan zelfs zeggen dat dat met meer passie is. Daar waar het vroeger echt heel rock'n'roll was, is het nu wel iets meer doordacht. Hè? Want, all eyes are on you, dankzij social media. En wil je ook niet te groot een bullshit releasen of mee naar buiten komen. Dus je bent wel wat attenter. Je moet wel, you have to watch your steps. Maar eigenlijk na 25 jaar is dat nog altijd ongelooflijk. Zelfs nog feller de laatste jaren. De sterkte van Bonsai van vandaag nog altijd, is dat ze zo de beleving van vroeger echt terug kunnen brengen naar nu. Natuurlijk meer met de technologische snufjes qua lasers en lichten en LED-schermen en zo. En visuals en de visualiteit. Maar ik denk vooral dat de Bonsai-fans die er nu bij komen, echt naar de feestjes komen om de beleving van vroeger gewoon helemaal terug mee te maken. Als ze zien in de beelden, in foto's, in films, filmpjes van het voor jezelf, denk dat dat meer dan genoeg is, dat spreekt voor zich dan. Allee. Het gekste is dat gewoon een hele zaal in lichter laaien staat op een evenement. En dat iedereen meezingt, zijn armen in de lucht en ja, dat je gewoon een perfecte atmosfeer kan creëren. Of dat als hey ho verandert in hey ghost of whatever, dat is, ja, dat is gewoon plezant, hè. Dat is kicken, dat is plezant. Eigenlijk, ik blijf erbij, Bonsai moet in een oude catalog terug op vinyl persen. En op maxi. This is more than a kind of legendary label. More than more than a movement. It's definitely part of the history of the electronic music and music in general. Good music in general. Maar het gevoel dat gaat toch nooit meer weg. Ik ben toch vereeuwigd een stuk voor altijd met Bonsai. En ik vind het ook al weer. On the socials, you'll find us under the hashtag #WeAreBonsai. We are Bonsai. We are Bonsai. We are Bonsai. We are Bonsai. #WeAreBonsai.